is vandaag donderdag en ik heb dressuurles van Daan. Er is een tijdje geen weekvlog online gekomen, omdat we bezig zijn met een heel gaaf project samen met Horse & Country. Er is wat misgegaan door corona, mensen werden ziek, waardoor we man te weinig hadden. Waardoor er echt heel veel is gebeurd, stress en ja, uiteindelijk komt het wel weer goed. Maar op dit moment zijn we nog hartstikke hard bezig met de eerste dingetjes. Het komt vanzelf online, alleen het duurt even iets langer dan we hadden verwacht. Want wat er eigenlijk mis kon gaan, is er misgegaan. Daardoor hebben we ook geen weekvlog opgenomen, omdat we dachten dat er al video's online zouden komen. Maar dat was helaas niet zo. Blondie is ook nog bij de kliniek geweest. Daar was uiteindelijk helemaal niks te zien aan haar benen. Ze had alleen een jeugdig voorbeen. Dus dat is eigenlijk dat het been nog niet helemaal volgroeid is, maar dat komt vanzelf weer goed. Waarschijnlijk had ze of vastgelegen of was op haar knieën gevallen in de box. En daar kunnen we helaas niks aan doen. En nu is ze weer helemaal goed en kan ik weer helemaal mooi met haar verder trainen. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben hier samen met Blondie. We gaan vandaag even bij Blondie kijken of ze alweer goed loopt. Dan gaan we even een stukje draven op het harde en als dat goed gaat op de volgende stukje draven. Maar eerst ga ik Verona in de molen zetten. Dus ik ga Verona pakken. Zou ik dat met één hand kunnen? Oké, Verona. Dit gaat mij lukken. Als ik nou... Kijk! En dan over één oor. En dan het andere oor. Gaat soepel dit. Zou ik hoeven krabben ook? En nu met één hand. Goed je? Kijk, kan ik gewoon zo hoeven krabben. Oh! Oké, weet je, ik doe het wel even zonder camera. Ik ben zo bij jullie terug. Hoi Blonde! Ja, ik hou ook van jou. Kom gewoon. Kom naar mensen. Oké, kom. Hoi vrouw. Het is inmiddels een tijdje later en middag. En ik sta hier samen met een opgezadelde paard. En dat opgezadelde paard is Verona. Ik ga zo op Veroontje rijden. Ik heb net Blondie al gestapt. Nog niet gekoeld. Ik heb wel vast koelgel opgedaan. Want de spuitplaats was voor heel lang vol. Er stond een hele rij. Nou, dus ik ga nu even Veroontje rijden. Moet wel in de binnenbak, want in de buitenbak is ook vol. Maar dan ga ik even snel mijn cap op doen, Verona haar hoofdstel en dan spring ik erop. Ik zit inmiddels op Verona en ik ben samen met Frances. En we hebben een klein sprongje neergezet. Daar. Ik heb net op Loes gereden. Dat kunnen jullie de hele video van zien bij de Arkenhoeve. Morgenochtend ga ik op Mandonik rijden en kijken hoe dat gaat. Willen jullie daar uitleg over en zo? Dat staat ook allemaal in de video van de Arkenhoeve van vorige week woensdag. Maar nu, Verona rijden. Hey. Zo, ik heb net Verona gereden. Ze was eigenlijk best heel erg makkelijk vandaag. Ik ben trots op haar en trots op mezelf dat we dit vandaag hebben gedaan. Ik heb in totaal 64 minuten gereden. En ik heb de Formule 1 meegekeken, want dat vond ik ook wel leuk. Max is de eerste geworden. Yay! Ik ga nu even de spullen opruimen. Blondie ga ik nu even meteen koelen en dan weer in stal zetten. En als ik dan weer helemaal klaar ben, ga ik weer stappen en koelen. Dus dat ga ik nu even doen. En dan zie ik jullie zo weer. Nou, aangezien Blondie toch even gekoeld en gestapt moet worden zoals op vroeg, doen we Verona ook maar even op trilplaat. Gaan we zo met Blondie ook doen. Is het lekker? Ja? Kom. Ik ben hier samen met slapende Blondie. En Blondie en ik zijn op de kliniek. Ik kwam hier aan, moest even wachten. We hebben samen met een hondje geknuffeld. Heel veel stress. Daarna hebben we Blondie uit de trailer gehaald. Hebben we even op het hart laten lopen. En ook hier in deze volte. En daar op lange stukken. En hebben we even laten draven. Dat zag er allemaal heel goed uit. Ik weet niet welke knie ze hebben gefotografeerd met een röntgenfoto. Maar ze hebben of de linker of de rechter. Nee. Daar hebben ze een foto van genomen. Ze zijn nu daar in het huisje bezig met het bekijken. Ik ben buiten gesloten. Nee, ik ben even met Blondie aan het wandelen om de sedatie eruit te halen.
Dus ik ben benieuwd wat de uitslag is. Want als het allemaal goed zou zijn, dan zouden ze denk ik al klaar zijn. Oh, daar komen ze. Haha. Ik heb net te horen gekregen wat er aan de hand is. Er is helemaal niks aan de hand. Yay! Maar Blondie heeft een jeugdig been. Er zit ergens een gaatje, waardoor het nog niet helemaal volgroeid is. En dat komt vanzelf weer goed. Dus Blondie heeft een jeugdig been. Nou, yay! Het is vandaag donderdag. Ik ben vanochtend naar school toe geweest en was toen een beetje moe. Dus eventjes gewacht en nou ja, even gechilled. En nu ben ik op stal. Ik heb Blondie opgezadeld. Blondie! Wat kijk je als een ezel? Nou, Blondie en ik gaan vandaag weer rijden na een weekje ongeveer. Ja, een weekje. En we gaan, als het goed is, loopt ze nog goed. Dus daarvoor gaan we ook even kijken. Eergisteren bij de dierenarts bleek er niks te zijn. En gisteren heeft ze ook nog even gedraafd. En toen liep ze ook nog helemaal goed. Ik zit inmiddels op Blondie. Mijn moeder zit in de auto. Die komt zo ook even kijken als ik ben ingestapt. En ik ga zo ook nog met Verona in de springles. Niet met Blondie deze keer, want Blondie is natuurlijk, hoe heet dat? Kreupel geweest. We willen rustig mee aandoen, want er natuurlijk iets spannends aan komt. Ik ga nu even lekker Blondie instappen, dus tot zo. Tess is onderweg in de bak, vandaag met Verona. Mijn doel vandaag is eigenlijk wat we met Loes en met Mandone hebben gedaan de afgelopen dagen. Om het heel erg op je zitten doen. Om dat ook te kijken of dat vandaag met Verona lukt. Ik heb zelf Verona ook een keer gereden en ik merkte heel erg bij haar dat het heel veel invloed heeft als je juist niet te veel aan haar mond zit, maar ja, het eigenlijk er een beetje op eigen benen laat doen. Dus dat is eigenlijk mijn doel voor vandaag, kijken of dat ook voor Tess lukt. En als het niet meteen lukt, is dat ook niet erg, maar dat we deze week even heel goed aandacht eraan besteden dat Tess het vanuit haar eigen lichaam doet in plaats van probeert het paard te sturen of te remmen. Corona, want ja. Die heeft er zelf ook heel veel zin in. Dus om dan daarin zelf die rust te vinden. Maar ik had echt dat jullie het een paar keer volgens mij goed aanvoelden. En dat zij daar ook heel mooi op reageerde. Ze zei zelf ook ja. Goed zo. Lekker uitstappen. Tess, hartstikke goed. Hoi. Een hele goede middagavond. Het is vandaag zondagavond. En ik ben hier even Corona aan het freestylen. En ik dacht even een mooi bijpraatmomentje. Gisteren... En eergisteren zijn we bij Drecht dressage geweest. Bij Bastiaan en bij Amber. Blondie is helemaal behandeld. En ik heb ook bij Bastiaan dressuurles gehad. En ook spiertraining. Ah, wie? Ik heb weer veel geleerd. En ik had natuurlijk bij de proefjes dat er wat dingen misgingen. Nou, en die heb ik samen met Bastiaan proberen op te lossen. En daar oplossing voor te vinden. Ja, dat. Daan die is ook mee geweest samen met Just. Aankomende dinsdag gaan we naar Janneke toe. Voor mentale steun. Want Bas heeft mij afgemaakt. Ik kan niet eens meer normaal lopen. En de 17e moet ik een prik gaan nemen. Zo'n baarmoederhalskankerprik. Ja, die. Nou, ik ga nog even verder gewoon naar freestylen. Wat is dit voor lucht? Wolk? Deze wok hoop ik niet dat hij zometeen op ons hoofd neerstort. Je weet je waar je borstbeen zit? Je hebt, nou ja, je borst hè. Maar daar, hier, daartussen zit je borstbeen. Kun je kijken dat je die ietsje optilt? Dus niet zozeer denkt aan mijn schouders moeten naar achter. Maar meer denkt aan, ik hou mijn bekken een beetje in en mijn borstbeen hou ik omhoog. Dan voel je als het goed is vanzelf dat je rug langer wordt. Zo. Voel je dat? Nee. Maar nu zit je wel recht. Oh. Nu zit je toch niet meer zo. En doe nu weer eens je borstbeen omhoog. Ja. En doe weer eens terug. En weer je borstbeen omhoog. Dat je zeg maar elke ruggenwervel boven op elkaar zet. Als je natuurlijk zo zit, dan zit er op een gegeven moment een bocht in. Maar door ons lang te maken, dat we eigenlijk die ruggenwervel een beetje uitrekken. En hoe langer jouw rug is, hoe meer beweging daar ook in zit. Dus hoe mooier je ook de beweging van je paard kan volgen.
Goed zo. En dan is altijd, als je ook nog aan het been voorwaarts overgangen naar geeflijkheid, alles moet denken, is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar probeer af en toe eens even te denken, oh ja, ben ik nog lang? Of zit ik alweer, hiha? Dus zoek eerst even die mooie voorwaartse stappen. Een beetje in je armen denken alsof je hals wil strekken zonder dat je de teugels heel veel langer laat. Goed zo. En weer een beetje aan je borstbeen denken. Achterbeen mooi naar voren. Ja, goed zo. Dus je denkt eraan, ik draaf aan en het achterbeen draaft door. Goed zo. Ja, goed zo. Vond jij dat je eigenlijk pas bij pasje 5 dacht, maar hij moet een beetje naar voren? Ja. Oké, doen we het nog een keer. Nodig haar uit om die hals te laten zakken. Ja, en draaf weer aan en draaf door. Ja, goed zo. Dat we hem dus echt leren om vanuit het achterbeen weg te draven. Goed zo. Twee handen, dus niet te veel links-rechts. Probeer heel bewust te voelen dat allebei je handen hetzelfde doen. Het liefst doet je hand natuurlijk zo min mogelijk. Die doet alleen aangeven. Denk weer aan middenstap met je handen. Nodig er maar uit om mooi te zakken. Kijk maar eens wat ze doet als je je hand een beetje naar de mond toe brengt. Goed. Ja, en weer die. Ja, daar weer uit aandraven. Aandraven en doordraven. Goed zo. Zie je dat dat beter wordt? Ja. Goed zo. Hartstikke goed. Zo. Zo van hand veranderen. En weer vragen aan haar. Wil ze die hals weer laten zakken? Wil ze die hals weer meer op lengte brengen? Zo. Daar. Goed zo. Daar. En weer voelen. Kun je die achterbenen naar voren rijden? Niet hard. Maar vergroot de pas. Vergroot de pas maar. Kom maar. Verruim de pas maar. Ja. En dan weer langzamer licht rijden. Kijk of ze dan terugkomt. Als je trager licht rijdt. Ja. Mag ze nog een beetje terug, hè? Maak jezelf nog langer. Zo. En weer de draf verruimen. Kom maar. Kom maar. Goed. Ja. Totdat jij je zin hebt, hè? Zo. En dan mag die niet gehaast. Daar. Oké. Okay. Doe je straks, Tess, op een plekje waar zij niet te veel spanning maakt, doe je aangalopperen. En dat gaat ook een beetje met hetzelfde principe als van de stap naar de draf. Je galoppeert aan en je galoppeert even door. En als zij doorgalopeert, dus dat is niet hard galopperen, als zij naar voren galoppeert met ruime passen, dan mag ze op je zit weer terugkomen. En door, naar voren, naar voren, naar voren. Goed zo. Want je voelt dat ze dan een beetje met de kontje naar buiten klein wil galopperen, hè? Ja. Goed, zo. Los zitten. Beetje wijken. Goed. En hier ook. Ga je kijken, komt ze een beetje terug. Als ik me langer maak, als ik een beetje dieper dooradem, kan ik de galop een beetje verzamelen, een beetje terugzetten. Goed. En daarna weer verruimen. Niet hard, maar die achterbenen naar voren. Achterbenen naar voren, achterbenen naar voren. Achterbenen naar voren. Zo, ja. Goed zo, Tess. En steeds, je mag aangeven, maar steeds weer vragen. Wil zij mijn hand naar beneden volgen? Wil ze mijn hand volgen naar beneden? Zo, ja. Oké, dan gaan we straks, Tess, terug naar de draf. Maar ook weer hetzelfde. We rijden naar de draf en we rijden voorwaarts. Ja, en doordraven. Voel je dat ze dan eigenlijk een beetje uit de galop valt en dan ook een beetje slaap valt? Nou, niet per se in slaap valt, maar wel dat ze er echt uitvalt. Ja, ja, dus ze moet dan dus ook leren dat ze naar de draf en dan meteen een grote drafpas maakt. Goed zo. Kijk weer of ze die hals een beetje wil laten zakken. Ik voelde trouwens een druppel in mijn nek. Oh ja, ik zie ook regendruppels. Ja, mooi, Tess. En dan galoppeer je weer aan en galoppeer je weer door, hè? En door. Ja, en daarna mag ze weer terug. Zo, dat ze dus leren altijd die overgangen voorwaarts te maken. Dus echt vanuit het achterbeen. Makkelijk zitten. Bovenbenen mooi los. Zijn je schouders en je bovenarmen mooi soepel. Ja, ja, goed. En dan rij je naar de draf. Maak je lang, gebruik je stem. En zorg dat je kuiten paraat zijn om die achterbenen naar voren te rijden. Goed zo. En als ze dan dus voorwaarts is, dan mag ze weer terug. Goed zo. Ook hier voelen. Zijn die schouders mooi soepel? Dit is mooi hoor. Kijk of je hieruit zo'n keertje hals kan strekken. Ja, maar blijf een beetje draf verruimen en op je zit weer terug. Draf verruimen en op je zit weer terug. Goed zo. En ontspan je weer, daar komt ze dan weer op terug. Dit komt eraan. 6 mm. Dat is best veel.
Het test ging heel goed. Anderhalve week geleden is Blondie door de osteopaat behandeld. En ik heb haar daarna door een aantal factoren niet meer onder het zadel gezien. We begonnen eigenlijk wel in een lekker zonnetje, maar daarna ging het ook best heel erg regenen. Ik ben ook een beetje nat. Een beetje nat. Maar ik was eigenlijk wel heel tevreden over. We hebben heel veel overgangen gemaakt en daarin steeds het voorwaartse opgezocht. De osteopaat heeft eigenlijk gevoeld in haar lichaam, wat ik ook wel eens zie, dat ze moeite heeft met het uitrekken van haar lijf, het uitrekken van haar benen. Ze kan makkelijk een beetje spanning maken. Daardoor houdt ze gewoon de spieren een beetje vast. Dus het is goed dat we haar daar ook een keertje van buitenaf bij helpen. En ook natuurlijk eens van iemand anders horen hoe die haar lichaam aanvoelt. We hebben heel veel overgangen in het voorwaartse gemaakt. En daar merkten we eigenlijk zeker in de overgang draf-galop dat ze het bijna heel moeilijk vindt om aan te galopperen en door te galopperen. Ze reageerde daar wel heel snel op, want ze ging eigenlijk steeds mooier de overgang naar voren toe maken. En dat was eigenlijk even het doel voor vandaag, even de overgangen. Dus dat is eigenlijk ook goed gelukt, daar ben ik wel heel blij mee. We zijn bij Bastiaan Brecht geweest om daar een keertje te lessen en daar ook iets heel leuks te doen. Daar krijgen jullie later meer over te weten, daar kan ik nu nog niet zo heel veel over vertellen. Maar daar heb ik één keer een lesje gehad en gewerkt aan drie bepaalde dingetjes, de stap verruimen, het wijken en het halt houden en daaruit terug naar stap. Daar hebben we vandaag wel wat minder aan gewerkt, maar toch hebben we het in ons achterhoofd gehouden. We hebben nu vooral gewerkt aan een constante aanleuning en ook kleine stukjes wijken en dat ik rechtop blijf zitten, want ik vind het heel lastig. Ik heb de neiging om zo te gaan zitten in plaats van zo. Dat was de les van vandaag. Vlog ik hem weg!